Je komt ze niet snel tegen. Deze vissen leven in zee, vaak meters diep onder de waterspiegel. Met veel vissen in de wereld gaat het volgens onderzoekers niet goed. Nou, de vissen zijn wereldwijd met maar liefst 85% afgenomen. Dat is enorm veel. Neem bijvoorbeeld de blauwe haai in de Middellandse Zee of onze eigen paling. In een dik rapport van de natuurorganisatie staat dat er veel minder zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën en reptielen zijn dan 50 jaar geleden. Neem bijvoorbeeld de reus-salamander die leeft in uh, heldere riviertjes met veel zuurstof en uh, uh, de boomkikkers die in het regenwoud leven. De onderzoekers zeggen dat in de wereld drie kwart minder dieren zijn. In India zijn er veel minder olifanten geteld. En in Afrika zijn de aantallen neushoorns bijvoorbeeld veel minder groot. In Nederland zijn er veel minder weidevogels, zoals de grutto. Maar de daling ging het hardst bij dieren in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. En het gaat dus vooral om dieren die in zee leven. We halen veel te veel vissen uit de zee, maar er is dus ook heel veel vervuiling. Fabrieken die lozen hun, uh, hun afvalstoffen zo het water in. Allemaal plastic, ook wat wij gebruiken, gaat gewoon uiteindelijk ook het water in. Het gaat vooral over uh, het verlies van leefgebied. He, als het regenwoud gekapt wordt, dan kan je daar niet meer leven als regenwouddier. Klimaatverandering speelt een rol. Maar op sommige dieren wordt ook nog echt heel veel gejaagd en uh, is er stroperij. Dat klinkt allemaal niet best. Toch kunnen mensen volgens natuurorganisaties veel doen om het weer beter te laten gaan met de dieren. Gelukkig. Zijn er ook voorbeelden dat natuurbescherming en herstel echt werken? En dat er heel veel hoop. Eh, dat moeten we gewoon met z'n allen veel meer gaan doen. Een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de berggorilla. Eh, door beter te beschermen zijn er nu gewoon een stuk meer van. Hetzelfde kan je zeggen van de sneeuwluipaard. Heel ontoegankelijk in de bergen van de Himalaya, maar daar zien we er nu gelukkig steeds meer van. En ook dicht bij huis. Dertig jaar geleden was de otter uitgestorven, maar hij is nu weer helemaal terug in ons mooie land.